Hey iedereen, welkom op mijn YouTube kanaal. Ik ben al de make-up artist en vandaag ben ik niet alleen. Hallo! Hey! We gaan Julie haar haar doen vandaag en ook ineens haar make-up aan een totaal look maken. Ja. Julie, vertel eens, wat wil jij graag met je haar? Mijn haar wil ik graag een beetje koeler tint, want ik heb nu ook wel blond haar, maar ik wil het allemaal een beetje koeler. Het is nu zo te warm. En de rechterkant van mijn haar is ook veel te donker, dus het mag allemaal wel wat cool. Ja. Oké, dan gaan we beginnen. Yes. Start, bent. Ja, wat we dus gaan doen is hier onderaan zitten heel veel donkerdere stukken waar geen balayage meer in zit. Dus die gaan we een heel stuk oplichten. Bovenaan de wortel uiteraard ook bijwerken en nadien tonen dat het terug koeler wordt. Oké, zal ik eens iets heel knap van u maken, Julie? Ja, please, want... Doen! Mooi! Deze is toch echt K3 Hea. Heyo, heyo mama, dat zijn toch van die dotjes op je kop? Ja, dat is wel. Mooi! En dat voor heel Vlaanderen. Maar je precies op ego. Je weet dat toch niet? Ja. Wie weet, kijkt je weet, is deze video mijn doorbraak. Julie, dankzij u. Ja, maar ik denk niet dat het dankzij mijn kop gaat zijn. Straks wel. Straks. Als jij hem hebt mooier gemaakt. Ja. Oké. Okay. Vertel, Julie. Ja, Julie heeft een nieuw vriendje. Ja, ik heb een nieuw vriendje. En wilt je weten van waar ik hem ken? Ra, 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 Tinder. Oh my god. Ja. Ding, ding, ding. Maar ja, waar leert je tegenwoordig van mensen kennen die dat tegen je komen praten? Ja, maar dat is waar wat jij zegt. Hè? Dat is echt mensen niet... tegen elkaar doen laten praten. Allee, of... Jongens dat tegen meisjes komen praten. Ik was heel kieskeurig, hè? Dus ja. ik swipte zelf niemand naar rechts of naar links, ik weet niet. Allee, je had een match met hem. Ja. En dan? Ja, we hadden echt al wel een paar dagen een match. En ik ben aan het beginnen praten. Ja. Want ook op Tinder, hè? Ofwel zijn het van die belachelijke openingsscenen, dat ik denk, ja... Dank u, ontmatch, dag. Thank you, next. Maar... En ja, ja, hij noemt Geert, hè? Ik zal... Oh ja, mag ja. Dat mijn naam? Ja. Dat mag, hè. En die had foto's op zijn profiel van reizen. Dus ik dacht, interessant. Ja. En zijn we zo elk aan de praat geraakt. Dankzij moi. En ik had er ook niet zoveel zin in. Zo gewoon dat daten terug en heel dat begin. Allee, zo... Ja, ja. Dat onzeker. Het, ja, en zo. Bij die eerste date viel wel mee. We hebben elke hele tijd gepraat. Ja, dan hebben we elke week afgesproken zonder een date gehad. Dus je zei echt alleen? Ja, ja, want ik had nog wel, er waren nog wel jongens die dat hadden gevraagd. En ik had gezegd, ja, tuurlijk. Hey, ja, ja, de volgende. Ik dacht, een beetje daten, waarom niet? Maar dan, de eerste was het de Geert. En dan... Dat was direct, ja. Ja. Je was dat echt was... liever op het eerste gezicht? Allee, was het echt zo direct... Of was het na een paar keer? Na een paar keer, maar het is wel snel gegaan voor mij toch. Hè? Ik voelde mij heel snel op mijn gemak wel bij de Geert. Ja, als mama, wat doet zijn ouders? En wat doet hem? Ja. Hij rijdt met een Range Rover. Dus mama, dat is al interessant. Hè? Hij is zelfstandig. Schilder en decoratiewerken Geert Wouters. Reclame, links hier van onder. Dat vond ik ook zo moeilijk om nu zo te zeggen wanneer zij er samen met iemand. Ja, dat vond ik van, vroeger ook moeilijk. Moeten wij, is dat te snel? Moeten wij wat langer wachten? Maar ja, dan zei je ook van als dat goed zit, zit dat goed. Hè? Ja. Nee. Dat was vroeger toch gemakkelijker, hè? Ja. Zo in het eerste middelbaar. Ja. Wilt jij het met mij aan? En dat was direct duidelijk. Dat is echt. Nee, is dat echt zo? Ja, in welke datum dan? En dan moet je zomaar random een datum kiezen. Ja, dat is echt waar. Dat is zo welke willen we. Dat was bij ons ook. Dat is zo... Ja. En morgen is het Valentijn, dus ik verwacht een grote cadeau.
Should Geert buy me a present or not? Ja. Ik denk van wel. Nee, ik vind dat eigenlijk wel... Allee, Valentijn. Ik vind dat weer zo'n overroepen dag, hè, zo. Ja, ik ook. Wij vieren dat ook niet. Eigenlijk is elke dag een gelegenheid voor een bloemetje. Maar ja, op school, we waren met de kleuters aan het praten over verliefd zijn. Ah ja? En ik had zo een kringgesprek met mijn kleuters en dan had ik gevraagd... Allee, dan moesten ze eigenlijk zeggen op wie dat ze verliefd waren of van wie ze heel veel... van wie hou je veel of weet ik veel. Oei, oei. Eerste kleuter al, ja juf, ik ben eigenlijk verliefd op jou. Zo schattig. Ja, en hebben we ook voor Valentijn iets geknutseld en dan mogen we dat geven aan de persoon op wie dat je verliefd bent. En? Zo'n kind al van, ik ga dat morgen aan jou geven. Dat die dat durven zeggen ook. Wel schattig. Ja. Ik had er straks een jongetje. Ja? Voor zo'n haar te knippen. En in het salon hebben wij zo'n hele grote shampoo staan. Er zit uiteraard geen shampoo in, dat is gewoon decoratie. Ja. En die zei, wat is dat? Ik zeg, ja, dat is shampoo. En dan zo, ja, zit daar shampoo in? Ik zeg, ja, dat zit vol met shampoo. Mag je dat open, vroeg ik? Ik zeg, ja, nee, want dan loopt alle shampoo eruit, hè. Uh-huh. En dan hij zei, oh, mag ik dat dan kopen? Ik zeg, ja, maar dat is wel duur, hoor. Dat kost 500 euro. En hij zei, oh, maar dan heb ik in mijn spaarpot zitten. Ik zeg, oké, is goed. Als je dat hebt, dan mocht je dat komen kopen. En dan zei hij, ja, kom straks dan die shampoo halen, hè. Echt. Echt, dat kind is geweldig. Smaakt toch altijd. Ja, dat is hem. Hier naar de kapper komt, krijg je de thee met cake bij. Oké. Okay. Oh, ik heb trouwens nog iets anders. Wat? Tony's! Ja. En dat is een special edition, hè? Dat is met citroen, met rijk. Oh, my. Vind ik zal eens proeven. Ja, die andere die ga ik niet aan u geven. Ik heb er straks zo met die reep zo in een auto zo hap hap. Dus de reep kan wel een kwijltje krijgen. Oké, lekker. Dus? Ik heb die chocolade trouwens van Nikki gekregen. Dus. Dank je, Nikki. Shout out to Nikki. Ik heb ook een spelletje bij trouwens, jullie. Echt? Ja. Maar ik weet eigenlijk niet meer mijn shirt. Welk spelletje? Ja, ik denk... Het is zoiets met vragen, denk ik. En dat je dan een bepaald woord... Dat je erop moet antwoorden, maar dat je een bepaald woord niet mocht zeggen of zoiets. Dus met kaartjes. We spelen een spel vanavond. Geen ja, zeg geen nee. Smakelijk. Gewoon... Vragen aan elkaar stellen die je niet mag beantwoorden met ja of nee. Oké. Okay. Doe je dat wel, dan ga je dat. Dan verlies je een punt. Doe je dat niet, dan wint je een punt. Klaar? Ja, dus ik moet antwoorden. Het is een vraag. Ik moet erop antwoorden en dan geen ja en geen nee. Je mag niet met ja of nee antwoorden. Oké, okay, spannend. Klaar? Ja. Kunt jij mij links schrijven? Ik kan met links schrijven, maar dat is niet mooi. Dat gaat niet mooi zijn. Dus ik kan beter met rechts schrijven. Dus je bent rechtshandig? Ik ben ervan overtuigd dat ik rechtshandig ben. Ja, is dat ja of nee? Fuck you, dat is moeilijk. Dat is... positief. Maar ik bedoel voor de computer. Voor een computer kan ik met beide handen tippen. Ah, oké. Okay. Wist je dat honden ook linkspotig kunnen zijn? Is dat zo? Goed gedaan. Dat waren de beste vragen op een kaartje. Rijmen. Kijk, maar ik kan niet. Ik heb al wat vraagjes bekeken. Ah. Nee, eerlijk speel. Wacht, ik pik een kaart. Ja, maar een leuke kaart. Niet kijken. Ja. Wat is het? Polonaise.
Het is weer tijd voor de polonaise. Oké, vraag 1. Vind je de polonaise ook niet zo gezellig? Ik vind dat eigenlijk echt niet leuk, nee. Ik vind dat echt niet tof. Je zei nee! Oh nee! Dat telt niet. Oké, volgende vraag. Je houdt toch wel van feestjes? Ook niet van feestjes. Maar het is de polonaise draaien. Weet je wel wat de polonaise is? Ik weet perfect wat de polonaise is. Dat is een dansje, toch? Denk het. In een lange rij of niet? Je kunt dat op YouTube altijd opzoeken, hè, dat dat gaat. Ah ja. Maar je is slim. Achter elkaar? Of ja. Voor elkaar? En met de handen op de schouders. Ja, bij elkaar. Oh! Oké. Moedervlek. Hier gaan we. Moedervlek. Klaar? Ja. Heb je een moedervlek? Ik heb een moedervlek. Meer dan één? Nee. Ah! 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 Je bent al verloren. Oh. Yeah. Weet je wat dat geldt met je make-up? Ja, dat één. Dat valt ook zoiets echt. Ja, met die zoiets, ja, maar zo warme tinten. Ja. Dat moet ik zeggen. Om je haar te compenseren. Ja. Ja. En koud haar, warme make-up. Ja. Blauw haar, rode make-up, ja. Ja, 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 voilà. Dat is dat ze wil. Ik heb blauw. Dat wil ik. Oké. Maar ja, zijn mama zou zot worden. Ja. Die wordt echt zot. Geert ook. Ja, maar Geert, ja, weet je, dan denk ik... Eigenlijk heb ik daar niks in te zeggen wat ik met mijn haar doe. Nee. Nee, die zou wel zot worden, ja. Maar het is ook anders. Wat allee, zeg je dat met dat geel weet haar? Je? Ja, die zegt altijd, oh nee, niet doen. En dan doe ik dat toch en dan zegt hij... Ja, ze zijn eigenlijk wel tof. Ja, dus nee, ja, ja. Maakt eigenlijk niet meer uit. Ja, ik wil heel graag zoiets wat roze in mijn haar. Allee, zo. Ja. Niet helemaal. Maar moet je dat doen voor school? Nope. Ey, ik ga ervan uit dat dat niet. Allee, ja. Laten. Nee. Natten. We zijn klaar. Allee, met deze. Woe! Zo endshots aan het nemen, zo. Ah ja. Ah. Oefen dan. Heel mooi. Ik zou wel in de cel opkomen, maar...
Oké, dus de balayage is klaar. Ik heb ook al even daar een fronsje bij geknipt. En nu gaan we tonen. Ik ga de wortel iets donkerder kleuren en dan de lengtes lichter. Bijna klaar. 15 minutes later. Bijna. Laatste stapje, lief. We gaan brushen en afwerken. Finally! Benieuwd. Spannend. Het is ondertussen 9:30, dus. Ik zal het laten zien. Ik zal het laten zien. Wat jij het zien? Dit dus. Ja, pompje. Ja. Living Repair van Kevin Murphy. Want ja, Julie, haar haar is wel een beetje droger. Beetje. Dat is een living treatment, dus dat moet eigenlijk bezien als een groot glas water voor je haar. Met die Gravity Spray ga ik op de wortel doen. Even stevigheid geven. Ah ja, moet ik je laten zien. Ja. Voor volume. En die gaan we straks ook gebruiken met de krultang. Yeah. En een druppeltje volgen. Oh, my, sorry, ik speekte. Ja. Een druppeltje volgen. Dat gaat zo wat, ja, wat dikker maken. Nu haar zwelt daar zo gezicht een beetje van op. Yes! Oeh. Oh my. Ja. Heel goed. Is dat wat je wou? Ja, echt heel mooi. Ik zie het niet. Dat is niet super mooi. Oké, dit was het van deze video. We zijn allebei bekken. Het is ondertussen, even kijken. Oh, ik krijg juist een bericht binnen. Oké, okay. 10 uur. Het is 10 uur. Het is goed geweest voor vandaag. Het is time out. See you in the next video. Bye. Dag. Doei. Okay.
Mooi, hè?